Kostić. Nog zo jong, 20, gaat er langs bij Johansson. Kostić, goede actie. Esteban met de eerste redding en ook meteen met zijn tweede. Op de inzet van Adorian. Ik denk dat we als team goed stonden en we wilden gewoon vechten voor elke meter. Natuurlijk na vorige week, die blamage eigenlijk van vorige week, hebben we ons goed gerevancheerd. Hier komt de kans voor Groningen en dat is een enorme kans voor Adorian op aangeven van Kostić. Zo heeft Groningen toch al aardig wat mogelijkheden gehad om op voorsprong te komen. Kostić wint van Martens. Duel tussen de twee linkspoten. Kostić heeft het aardig op zijn heupen. Goede voorzet, maar gemist door Botteguin. Ja, dat is ook geen aanvallen. Hier is Letschert nog. En alsnog Botteguin met zijn inzet. Botteguin in het strafschopgebied. Net als Letschert. En dan de paal en een eigen doelpunt van Viergever. 1-0 voor FC Groningen. Ik heb die bal wel geraakt, dus ik denk dat je hem gewoon op mijn naam kan zetten. Nou, bij deze. Gefeliciteerd. Dank je wel. Dan zou het je eerste officiële doelpunt zijn, hè, voor FC Groningen. Ja, klopt. Dat is prachtig natuurlijk. En ik ben natuurlijk verdediger, dus ik sta niet om goals te maken, maar ik sta om goals te voorkomen. Maar als ik die goal op mijn naam krijg, zal het natuurlijk prachtig zijn. Gudmundsson, Martens. Het is goed gevoetbald door AZ. Maarten Martens, hier komt Gudmundsson. En die bal valt binnen bij de tweede paal. Het staat gelijk. Het is niet eens een hard of overtuigend schot. Ja, het is natuurlijk een enorme domper, maar je moet gewoon doorgaan. Kijk, in de eerste helft heb je veel kracht verloren natuurlijk. Maar we speelden gelijk druk vooruit, volle druk eigenlijk. En dat resulteerde ook in een heel aantal kansen. Ja, en die maak je dan niet. En dan maak je het zelf natuurlijk lastig. Want dat conditioneel is dat zwaar. In de tweede helft denk ik dat AZ ietsjes de bovenliggende partij was. Maar gelukkig hadden we in de tweede helft wat minder kansen nodig. Zo kan het in deze fase van de wedstrijd beide kanten op. Met nog een kwart wedstrijd voor de boeg. Van der Velde. Blijft goed kijken. En hier is een goede kans voor Sherry. Plaatst de bal, zodat hij in ieder geval op doel is. Wissel bij FC Groningen, de eerste vanmiddag. Adorian gaat naar de kant en voor hem komt de 17-jarige Ricciardo Zivkovic. Je staat koud in het veld. En wat gebeurt er dan? Ja, ik stond koud in het veld en volgens mij minder dan een minuut had ik nodig om de goal te maken. Sherry, Kostić, aan de buitenkant is Van der Velde. Zivkovic nu voor het doel. Voorzet Van der Velde, Zivkovic! Ja! Zijn eerste balcontact. En het is meteen raak ook voor deze 17-jarige aanvaller van FC Groningen. Ik kreeg een perfecte voorzet van Nick, precies om mijn hoofd. En toen kopte ik hem in de lange hoek, schampt. Is dat ook instinct? Dat je weet van waar de keeper staat en waar de bal heen moet? Ja, ik had de keeper nog niet echt gezien, maar Perfecte voorzet van Nick van der Velde en Zivkovic zet Groningen weer op voorsprong. Wat is nou jouw volgende stap? Ja, gewoon beter ontwikkelen, steeds beter worden. Ik heb nog genoeg dingen die beter kunnen en daar gaan we aan werken. Wat kan nog beter? Ja, bal vast zijn, geen duels verliezen en gewoon stabiele spelen, constanter. Groningen boekt de vierde overwinning van het seizoen. Het wint met 2-1 van AZ en dit is de matchwinner. FC Groningen passeert door deze overwinning AZ op de ranglijst. Als je deze pot zou winnen, ja, dan zit je er gewoon weer bij. En we zitten er nu ook gewoon weer bij. Dus dat is het belangrijkste. Je kunt weer omhoog kijken. Ja, zeker. We kunnen weer omhoog kijken.